We gaan kijken naar de kwantumfysica en dan in het bijzonder naar de problemen die te maken hebben met deeltjes en golven. Is iets nu een deeltje of is iets een golf? En voordat we dat in detail kunnen gaan bekijken, moeten we natuurlijk eerst voor onszelf vaststellen wat is ook alweer een golf en wanneer hebben we met een deeltje te maken. Beide hebben namelijk karakteristieke kenmerken. Bij een golf, bijvoorbeeld, heb je het over een golflengte, en een trillingstijd en een golfsnelheid. Golven die verspreiden zich over de ruimte. Golven hebben de eigenschap dat ze kunnen interfereren. Ze kunnen samen een nieuwe golf eh, maken, eigenlijk. En eh, het begrip massa, dat kennen we niet zo snel toe aan een golf. Deeltje daarentegen. Een deeltje kan botsen. En eh, natuurlijk kun je dan zeggen: een deeltje heeft dus impuls. Een deeltje neemt ook een klein stukje van de ruimte in beslag. Een deeltje, dat is, dat is iets. Het heeft ook een massa. Het is ook niet zo vreemd als je dit bij elkaar ziet dat men uh, eeuwenlang golven en deeltjes los van elkaar heeft gezien in de natuurkunde. We gaan eens uh, kijken naar hoe zit het nu met uh, licht en hoe zit het nu met materie. Dus bijvoorbeeld elektronen of protonen. Zijn dat nou golven of zijn dat deeltjes? En daarvoor kun je experimenten doen. En meneer Jong was een van de mensen die uh, zei. Laat ik eens proberen aan te tonen dat licht inderdaad een golf is. En hij deed dat met een heel beroemd experiment. Hij eh, liet licht vallen op een dubbele spleet. En hij zei: eh, Wat als ik dan nu een scherm achterzet, wat krijg ik dan op dat scherm te zien? Als licht geen golf eigenschappen heeft, dan zou je op het scherm twee heldere punten zien. Elke eh, spleet laat dan een, een helder punt achter op het scherm. Um, Jong zag iets anders. Jong zag nog veel meer dan twee heldere punten, met daartussen donkere punten. Hij zag dus maxima en minima. En dat kon Jong verklaren. Hij zei: dat kan ik verklaren, want ik heb eigenlijk twee losse lichtbronnen. Punt C en punt B, die gaan zich allebei gedragen als een uh, lichtbron. En de lichtgolven van beide bronnen, die gaan met elkaar interfereren en die kunnen elkaar uitdoven of versterken. Dus uit het feit dat hij de Heldere en donkere punten op het scherm zag. kon hij aantonen dat licht een golfkarakter heeft. Maar hoe ziet het er dan uit bij materie? En bij materie moet je dan denken aan uh, elektronen, protonen, neutronen, atoomkernen. Daar is ook een bekend, prakt uh, of een bekend experiment mee. En dat is het experiment dat Ernest Rutherford uitvoerde. Rutherford beschoot namelijk een plaatje, dun plaatje goud, met alfadeeltjes. deeltjes en hij zag dat die alfa-deeltjes niet recht doorgingen zoals je misschien zou verwachten, of werden geabsorbeerd, maar die kwamen onder alle hoeken, kwamen ze er zo'n beetje uitgesprongen. En Rutherford kon hiermee aantonen dat die alfa-deeltjes botsten met de atoomkernen van, uh, van goud. En dus uh, het vertoont hier een heel sterk deeltjesgedrag. Deeltjes die impuls hebben en met elkaar in botsing kunnen komen. En we kunnen daarom ook concluderen dat materie zeker deeltjesgedrag vertoont. Interessant wordt het als je naar een volgend experiment gaat kijken. En dat is het experiment waarbij je gebruik maakt van het fotoelektrisch effect. Je gaat met een lamp een plaatje van een metaal belichten. En je neemt waar dat bij bepaalde kleuren. En dan moet je denken aan kleuren richting groen en blauw. Dat er ineens iets gebeurt in dat plaatje. Er worden elektronen losgestoten van het plaatje. De elektronen die absorberen energie van het licht en komen daardoor vrij van het plaatje. Dit gebeurt alleen maar bij licht met een voldoende energieniveau. En het duurde totdat Einstein kwam met de verklaring. Einstein zei: Ja, maar misschien moet je licht zien als kleine pakketjes, fotonen, die een bepaalde hoeveelheid energie bevatten, en hoe groter. De frequentie van het licht, hoe meer energie zo'n pakketje uh, dan bevat. En wat er dan gebeurt, is dat zo'n foton in botsing komt met uh, een uh, elektron. en daardoor het elektron losschiet van het plaatje. En dat is dus een heel erg deeltjesmodel dat Einstein gebruikte. om te verklaren wat er gebeurde. En uh, Einstein zei dus: Je kunt licht zien als deeltjes, fotonen. En elk afzonderlijk deeltje heeft een bepaalde hoeveelheid energie. Dat is dus heel erg discreet. Een ander bekend proefje, of effect moet, moet ik beter zeggen, is eh, de zogenaamde Compton-straling. Waarbij eh, een foton in botsing komt met de elektron, zoals je ook in het plaatje kunt zien. Het elektron een zetje krijgt. Het is dus met de foton in botsing gekomen. Het elektron schiet schuin naar boven weg. En het foton schiet naar onderen weg met een wat lagere energie. En dit lijkt heel erg op twee deeltjes die met elkaar in botsing komen. Twee biljartballen. Biljartbal 1 komt met een grote snelheid aan. En aan het einde van het liedje na de botsing hebben we allebei de biljartballen een lagere snelheid gekregen. En beide experimenten tonen aan dat licht ook een deeltjeskarakter kan hebben. Dus we kunnen ook daar een krulletje zetten. De brooien, een natuurkundige, die maakt het... Uh, nog bonter, want die zei: Ja, maar wacht eens even. Als licht zowel een golf- als een deeltje-karakter kan hebben, waarom zou materie dan naast een deeltjes-karakter ook geen golf-karakter kunnen hebben? En de Brooije ging aan de slag en hij kwam met een hypothese. En hij zei: eh, Nou, volgens mij kan een deeltje ook eh, zich als een golf gedragen en dus een golflengte hebben. En die golflengte die is gelijk aan h gedeeld door p, waarbij h de constante van plank is. En p het impuls van het deeltje. En uh, om het impuls uit te kunnen rekenen, kun je, ma uh, kun je gebruik maken van twee formules. Eentje die, zo uh, die hoort bij een foton. Daarbij is uh, de impuls gelijk aan het energie. De, de energie van het foton gedeeld door de lichtsnelheid. En bij een deeltje met een de massa geldt dat p gelijk is aan de wortel van 2 maal de massa maal de kinetische energie van het deeltje. Dit was een uh, hypothese die de brooien maakte en uh, een paar jaar later hebben ze het ook getest de hypothese en toen hebben ze gezegd ja maar als je dus um, bijvoorbeeld elektronen kunt zien als een golf of op zijn minst als iets met een golf uh, karakter dan zou je dus ook elektronen met elkaar kunnen laten interfereren en dat hebben ze geprobeerd door elektronen te laten vallen. Op een kristalrooster, waarbij het kristalrooster zich dan gedraagt als uh, een dubbele spleet. En achter het kristalrooster hebben ze uh, gemeten wat ze zagen. En dit is wat ze zagen. Afhankelijk van het soort kristalrooster kreeg je verschillende figuurtjes. En uh, wat je hiermee duidelijk kunt aantonen is dat elektronen inderdaad ook kunnen interfereren met elkaar. En dus ook plaatjes kunnen vertonen die uh, heel erg lijken op de plaatjes die Jong vond. Met zijn interfererende fotonen uh, of met zijn interfererende licht. Dus materie vertoont naast een deeltjesgedrag ook een golfgedrag. En dat maakt de situatie natuurlijk net iets gecompliceerder. Um, zowel licht als materie kan zowel een golf als een deeltjesgedrag vertonen. Daarom dat men ook heeft gezegd: laat, weet je wat, laten we ze allemaal een nieuwe naam geven. We hebben het dan over een kwantumdeeltje, of een kwantumgolf, maar dat komt op hetzelfde neer. En een kwantumdeeltje. Vertoont, zowel een golf als een deeltjesgedrag. En afhankelijk van de situatie uh, overheerst het golfgedrag of overheerst het deeltjesgedrag. Bij licht, bijvoorbeeld, spreken we over een golfgedrag wanneer uh, we te maken hebben met uh, licht met een relatief lage energie, oftewel een grote golflengte. Je hebt dan uh, moeite om de fotonen los van elkaar te zien, die hebben zo weinig energie. per foton. Dat ze weinig kunnen laten uh, gebeuren. Maar wat je wel heel mooi kunt zien is vaak het golfgedrag, omdat de golflengte in de buurt komt van lengtes die een fysieke betekenis hebben. Ga je de energie groter maken van de fotonen, dan gaat het veel meer een deeltjesgedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan een uh, gammastraling, dat uh, genoeg kracht heeft om een uh, elektron te, los te koppelen van het atoom en het atoom te ioniseren. Ioniserende straling. Hoge energieën, kleine golflengtes en je gaat de fotonen meer als deeltjes ervaren. Ook bij materie geldt dat. Hebben we te maken met materie in onze macro-wereld, dus denk bijvoorbeeld aan jezelf, dan hebben we te maken met hele grote massa's. En als je daarbij de golflengte gaat uitrekenen, dan heb je te maken met hele kleine golflengtes, zo klein dat je de golfverschijnselen die daarbij gepaard gaan. Gewoon nooit zult kunnen waarnemen. Die gebeuren op zulke kleine schaal dat het onzichtbaar is voor ons. Gaan we kijken naar kleinere, lichtere deeltjes, elementaire deeltjes, dan uh, wordt de golflengte groter en dan kun je ook sneller golfkenmerken van die deeltjes, uh, van die kwantumdeeltjes, gaan zien. Dit wil dus zeggen dat we met een uh, heel interessant probleem zitten: kwantumdeeltjes um, die zowel een deeltje en een golf zijn in één. En een bekend proefje is een proefje dat ze hebben uitgevoerd dat lijkt heel erg op het proefje van Jong, waarbij ze dus een dubbele spleet hebben gebruikt, en maar uh, die dubbele spleet niet hebben beschoten met uh, licht, maar met elektronen, deeltjes zou je, zou je dus zeggen. En ze hebben het experiment zo uitgevoerd dat ze op een gegeven moment telkens maar één elektron tegelijkertijd uitzonden en dat elektron moest dan, oftewel door de bovenste of door de onderste spleet gaan en daarna op het scherm uh, terechtkomen. En eh, zelfs wanneer je te maken hebt met één elektron, dan zie je nog dat het elektron achter de dubbele spleet eh, op sommige gebieden eh, wel zal eh, komen en op andere gebieden niet. Je krijgt dan nog steeds die maxima en die minima. Je kunt dan iets zeggen over de kans dat het elektron ergens terechtkomt. De waarschijnlijkheid dat het elektron ergens terechtkomt en de waarschijnlijkheid dat het ergens niet terechtkomt. En het vertoont dus en een deeltje en een golf. Gedrag in één.